Joegasten, natuurlijk jullie kijken naar een nieuwe video. Deze video. Chuck naar rang 5 en fucking 30 pushen. Eindelijk, heel lang geleden, nou ja, twee weken geleden of dus zo, heb ik een Chuck Mastery video gehaald. Um, en toen dus zat ik ook rond 1200, toen ben ik fucking hard getild. Heb ik de hele tijd tussen 1200 en 1100 gezeten. Eindelijk gaan we nu die fucking Mastery halen. We zitten op een 10 winstreak uh, vanaf 1120 of zoiets. Um, dus dat gaat lekker. Nou, ik weet het, ik kan wel even laten zien. Um, hier heel veel winst dat is mooi. Eén keer verloren. Ja, leuk van een kit. Um, daarvoor weer een beetje winststrik. En daarvoor één los. Uh, dus vanaf 1124 tot 1216 zitten we in te pushen in ongeveer een uurtje of zo. Best prima, we moeten nog vijf potjes fucking winnen. Eindelijk beter maken door een winststrik van 15 van. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar als jullie er zin in hebben, like zeker. Abonneer dan ook. En als je het niet leuk vindt, um, dislike dan of zo. I don't know. Ik zie jullie bij het eerste potje. Oké, okay, aangekomen bij het eerste potje tegen een Bo, Leon en Bel. En dit is een leuke combo. Want hier zijn we al tegengekomen. En uh, we hadden ze echt met 100 nul wat ingemaakt. Ze hadden misschien een paar procent. Dit was echt een fucking easy game. Dat komt omdat ze niet echt iets hebben om de zone te controleren. behalve Bow Mines. Bow minds zijn wel heel goed. En um, verder hebben ze niet echt iets. Bel is niet heel goed in de meta, Leon is wel best wel goed, Leon heeft ook die hypercharge natuurlijk. Maar um, we spelen nu fucking slecht. Uh, misschien zijn we een beetje overconfident. Moeten we niet zijn? Laat ik even deze fucking laatste poll neerzetten. Uh, en dan heb ik mijn train track complete. Oké, okay, nice. Nu kunnen we het mid gaan gewoon gaan domineren eigenlijk. Dus dat is chill. Bel dood. Mooi. Ja, hun liepen ook lekker door uh, die bow mines volgens mij. Weet ik weet echt niet zeker. Want Pine heeft die bel gekillt. Stond er. En ik heb die bel ook gehit. Uh, nou ja, het, het zal allemaal wel. Uh, we hebben nu in ieder geval de control, wou ik zeggen. Maar dat gaat iets minder goed. Ehm. Uh, Oké, okay, even kijken. Die bel gaat daar rechts in ieder geval niks meer doen. Is die weer naar boven? Ja, die is weer naar boven. Even wachten op mijn super. Ik doe even zo om te signen dat ik er toch niet ben. Maar ineens toch wel met deze gadget. Dat verwachten ze meestal niet. Dat ik een gadget door een muur gooi. Uh, Oké, okay, ik ben hier weer dood. Dit is hacking slecht van mij. Uh, gelukkig. Oh, wacht. ja. Gelukkig staat die Jessie er nog, wou ik zeggen. Want die is ook weer dood. Uh, ja, we spelen niet goed. Uh, echt veel te overconfident, denk ik. Uh, Bodood. Nice. Ik ben hier weer dood. Ja, met Chuck ga je heel vaak dood. Maar wat ik moet doen is. Eigenlijk kan ik best wel vaak een dubbelkill kill krijgen. En dat is goed voor mijn mates. En ik krijg sowieso wat percentages als ik met Chuck gewoon dash. Oh, dit, dit is echt slecht. Sorry mensen voor die fucking gameplay. Uh, Oké, okay, gelukkig hebben we die Jesse Hypercharge. Dat was wel even nodig. Dan hebben we gelijk even. Oh, kut. Ben ik weer dood? Uh, ja. Slechtste gameplay ooit. Uh, maar we staan nu voor. Dat is mooi. Uh, ja, even kijken. Hun lopen ook niet in mijn tracks. Wat heel irritant is. Waardoor ik met Chuck eigenlijk niks kan doen. Niet echt kills kan maken. Uh, hun hebben trouwens Leon Hypercharge. Die zullen ze wel elk moment gebruiken. Laten we eventjes... Hup. Ja, mooi. Eindelijk een hit gedaan. Oh ja, toch weer dood. Maar maakt niet uit. Um, Leon is ook dood. Het is het slechtste potje, Chuck. Oh, wat jullie ooit gaan zien. Sorry daarvoor. Zo slecht heb ik nog niet gespeeld. Uh, ik doe even... Uh, zo, dan hit ik wat van die mines. Leon heeft weer hypercharge. Ja, dan ben je sowieso dood. <laughs> maar goed, we, st we staan nu 26% voor. Echt niet gek is dat. Uh, Oké, okay. Pine kan die Leon daar denk ik killen. Oh, mooi. En die Bo laat zich ook daar hitten. Uh, ja, dat betekent hier dat we denk ik gewonnen hebben. Ik ga hier misschien weer dood. Oh, to ja, maar toch weer wat procent gepakt. Uh, het wordt alsnog wel een beetje gevaarlijk. Ehm uh, Oké, okay, ik moet weer even mijn super krijgen. En dan weer even wat percent pakken. En dan is het sowieso wel goed. Uh, ja, toch. Ja, toch. Ja, toch. Kom op, Pine. Uh -oh. Ja! oh oh Kill die bel. Ja! Wat een potje. Dit kan ik niet uitzenden. Hoe slecht is dit potje, mensen? Tien keer dood of zo ben ik. Oh, ik heb hem niet eens gezien. Dat was echt heel slecht. Nou ja, <laughs> maakt niet uit. Rico. Oh, shit. Uh... Dat is scared, volgens mij. Uh, met die uh, emote en die uh, naam. Dat is wel een goede speler. Uh, maar Rico is niet heel goed. Dus hopelijk kunnen we gewoon lekker winnen. Uh, maar die speler is wel goed in ieder geval. Uh, sorry. Rico op deze lane is ook wel tight trouwens. Ik moet even hier omhoog lopen. Dat doe ik wel even zo. Huppa, probeer ik die boven even te surprisen. Mm, ik weet niet of dat gaat lukken. Nee, ik ben dood. Uh, maar die Rico gaat heel irritant in onze span zijn trouwens. Uh, ja, goed van Maarten dat hij daar die uh, mines neergooit. Want we moeten die Rico wel even snel kunnen killen. Oké. Okay. Op zich. Als hij hem één keer hit. Ja, heel goed gedaan van Maarten. Um, dat is mooi. Ook een mooie turret daar van Pine. Um, die gaat wel snel dood, helaas. Maar ja, dat, dat is nou eenmaal zo met Jesse Turrets. Oké, okay, ik moet even die Rico proberen te dodgen. Misschien kan ik hem daar killen. Nee. Maar ik leef nog. Ik leef nog. Het is niet, niet gek, niet gek. Lola ook dood. Um, en deze mensen dodgen ook die uh, pols wel goed van mij. Zeg maar. Ze gaan niet lopen waar die uh, palen van mij staan. Wat wel een beetje irritant is. Dus ik ga even kijken of ik misschien een iets ander patroon kan neerzetten. En ze dan een beetje op een andere... Uh, op een dwaalspoor kan gooien, zeg maar. Maar dit is ik denk ik ook niet het beste... De beste placement voor die pols. Uh, maar gelukkig staan we voor. Dus dat is niet heel erg. Uh, even kijken. Volgens mij heb ik die hierboven als... Uh, zeg maar, die staat er nu het langst. Dus laat ik deze dan wat meer zo zetten. Misschien zien ze dat iets beter. Uh, en dan moet ik die onderste nog een beetje. Uh, Oké, okay, dat, niet... <laughs> dat was niet de bedoeling. Uh, ja, dat was slecht. Het is dus een beetje irritant soms met Chuck. Oké, okay, eindelijk een kill. Uh, dat is niet gek, niet gek. Nu moet ik die onderste even ongeveer zetten waar Maarten loopt. Zo. Ik denk dat dit misschien nog wel een prima setup kan zijn. Er staan er zeg maar twee in het midden en eentje onder. Dan kan ik hier gewoon naar dash. En oh, een mooie double hit van Maarten met die mines. Nou ja, niet per se van hem. Het was gewoon slecht van die enemies. Uh, ja, dit potje hebben we gewonnen. Dat is mooi. Uh, dus kunnen we wel even kijken of het scared is? Ik denk het. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Maar ik weet niet wie anders die pin heeft. Uh, ja, het is scared. Nou, uh, die zonder dat ik wil weten. Nee. Oké, okay. moeten we nog drie potjes winnen. Zit op een winstreek van 12. ik bij het volgende potje. De matchmaking was echt 20 seconden of zo. Uh, nanny. Dat kan Sos Kruk zijn. Of Sos... Ja... We hebben net van iemand uh, verloren die heette... Had Sos in zijn naam. Um, ik weet niet wie dat ook alweer was. Um, maar in ieder geval iemand met Sos in zijn naam. Laten we even kijken of we hier dit kunnen doen. Ja, ja, heel... Kijk, dit is dus waar Chuck goed in is. Even een stabiele dubbelkill maken. Um, en als je super dan kan cyclen, is die echt fucking goed. Um, vorige matches niet heel goed kunnen displayen. Maar dit was zeker wel een goede play met Chuck. Uh, ik weet niet of de... Pols helemaal goed staan, eigenlijk. We uh, kunnen even gewoon dit inzetten. En dan gaan we hier wel dood. Helaas. Door die Loe super en die Bo super. Um, wat gaat die kit doen? Wat is die kit aan het doen? Waarom zou je dat doen? Ga gewoon op de rug van die Loe of zo. En dan is het een. Ja, dan is het een easy clap. Um, Oké, okay, Bo dood. Ja, perfect. Um, Oké, okay, ik moet hier. Oh. Ik moet die snel een super inzetten om het te overleven. Nice. Um, oh. Oké, okay, ik ga wel even naar achter om een beetje te healen. Dan blijft Maarten in die zone. En dan ga ik iets meer naar rechts. En dan kan ik misschien nog via hier even wat pressure uitoefenen. Uh, ik doe wel even zo. Misschien kan ik daar wat. Nee, ik wou eigenlijk naar die bovenste pole dashen. Zeg maar door de. Oké, okay, die, die boter. Dat moet daar eigenlijk even weg. Maar ik wou daar naar de, uh, die bovenste pole dashen. Zodat ik... Uh, oh ja, heel mooi. Heel mooi. Easy double kill van de Lou. Of nou ja, volgens mij had Maarten de uh, Lou gekild. Easy double kill van de Chuck in ieder geval. Tenminste een double hit. En dan kon mijn teamet een finishen. Um, ja, dit potje hebben we ook gewonnen. Dat is mooi. Dit team zit sowieso heel hoog. Um, even kijken. Ja, wat, wat doet die kid? <laughs> dit is de slechtste kid ooit. <laughs> Hoe kan je zo fucking slecht zijn met kid? Heeft hij überhaupt wel iets gedaan of zo? Of heeft hij alleen maar rondgelopen? Uh, Nup Sos. Van hun hadden we net verloren. Ja, dat was dus die. Uh, hij had niet Sos voor zijn naam. Maar hij had Nub voor zijn naam. En dan was het Sos. Uh, Oké, okay. mensen. Nog tien fucking trophies. En dan hebben we eindelijk deze rang 35 chuck... Dat is zeker wel nice. Zie ik weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Ems, een Bo en een Bel. Weer tegen een Bel. Oké, okay, en ze, hebben, ze zijn Zeta-fans. Uh, misschien is wel Zeta, maar volgens mij hebben die dat niet hun naam trouwens. Uh, maar goed, even kijken. Uh, ik zet gewoon mijn pols elke keer een beetje zo neer. Oké, okay, die Ems is trouwens wel best wel slecht op deze map, wat wel goed voor ons is. We outrange Ems allemaal. Uh, even kijken of ik hier wat kan doen. Uh, heel misschien. Ja, even een easy killetje gemaakt. Chuck is echt zo'n leuke auto-aim brawler. Ik vind Chuck serieus echt leuk om te spelen. Tenminste, ik ben er nu al klaar mee. Uh, Nadat nou, ik de mastery heb gehaald en nu al voor een uurtje speel. Maar Chuck is op zich wel een van mijn favoriete brawlers. Dus uh, op zich is het prima dat ik zo lang over deze rang 35 push heb gedaan. Oké, okay, Bo. Ik ga die Bo even proberen. Kijk, want ze, nou ja, ze weten dat nu wel dat ik deze gadget heb. Maar ze verwachten dat niet echt. Kijk, zoals hier die bel. Easy kill. Easy kills. Huppa. Oké, okay, ik ben wel gemarkt door die bel. Um, maar uh, ik heb alsnog 9000 HP. Dus dan heb ik nu iets minder HP. Trouwens, dan heb ik echt veel minder HP. Dan heb ik eigenlijk, zeg maar, effectief 6000 HP of zoiets. Dat is best wel weinig tegenwoordig. Doordat ze de, uh, uh, alle stats keer uh, 1,5 of zo hebben gedaan. Ik weet eigenlijk niet waarom ze dat hebben gedaan. Dat was echt wel... Dat vind ik wel jammer, want daardoor weet ik nog steeds niet alle interacties wat ik vroeger wel wist. Um... Oh, ja, weer dood. Maar maakt niet uit, we hebben echt zoveel procent op deze zone. Uh, en hun hebben eigenlijk nog niks. Dus in principe kan ik nu met Chuck gewoon de hele tijd op de zone uh, afgaan, dashen. En dan doe je sowieso iets van 2% voordat je doodgaat. En als ik dat de hele tijd blijf doen, dan kunnen we dit alsnog winnen. Um... Nice, nice, nice. Ja. Nog 8%. Maarten gaat dat nu, denk ik, halen. Ik zal even gewoon voor de lol dash En dan heb ik ook nog wat extra shield voor hem. Um, en ja, we moeten nog twee trophies voor die rang 35 tegen uh, Cuba PL. vol zijn we van hem al gewonnen vandaag. Dus prima. Um, nog één win. Dit is wel heel erg chill. Zie um, jullie bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij hopelijk het laatste potje. We moeten dit wel winnen, want ik wil zo naar de gym. Um, Oké, okay, let's go. Uh, trouwens. Ik moet eigenlijk Maarten ook nog even helpen. Dus. Maar ik wil zo naar de gym. Dus beter gaan we dit winnen. Zodat we uh, in ieder geval sneller klaar zijn met Maartens bow ook. Um, let's go. Even kijken. Die bow daar. Ja, mooi. Feed ik even mijn laatste super. Ik gebruik trouwens de ammo steel star power. Want die vind ik iets chiller hier. Uh, want je gaat vaker uh, voor kills hier met Chuck. En vier pols zijn eigenlijk een beetje te veel. Want dan zet je ze in een soort vierkant neer. En dat is veel makkelijker te dod dodgen dan zo'n driehoek. Ehm um, en ja, als je hier uh, een beetje op mensen gaat dashen en dan voor kills gaat... ...is het wel nice als je uh, 30% van hun ammo, zeg maar, steelt. Nou ja, dus gewoon één ammo steelt. Uh, Oké, okay. ik ben dood. Het is niet helemaal mooi. Het dit, dit gaat nog niet zo heel goed, eigenlijk. Want we hebben nog niet zo heel veel percent. En hebben we hebben best wel wat. We moeten ook even oppassen dat we die Sandy niet te erg feeden. Uh, laat ik gewoon even lekker zo doen. Mooi, een easy uh, hit. En ja, die hits moet je eigenlijk... Oh, kut. Dit was niet heel handig. Die hits heb je nodig omdat je gewoon eigenlijk je super wil chainen. Dan, dan is Chuck goed. Als je je super niet kan chainen, dan um, kan je ze niet echt verrassen, zeg maar. Uh, wat wel nodig is. Uh, Oké, okay. waarom de fuck? Dit was echt niet weer niet de bedoeling. Uh, dat hij naar die pool ging, zeg maar. Oké, okay, ik kan hier wel even een mooie double kill maken. Alleen ik word dan meteen gestunt door die Lou. Dus laat ik heel eventjes afwachten. Nu kan dat wel. Ja, ik zit op die... die uh, hoe heet dat ding? Sandy. Nice. Triple kill. We staan achter, maar we hebben... En Jesse Hypercharged Turret daar staan. Echt niet gek is dat. Um, dat ding is fucking OP. Kijk, ze moeten al hun MOA's om die te killen. Uh, en dan ja, zijn ze gewoon one-shot alweer. Sandy dood door bow Mines. Heerlijk. Uh, Bo, Bo dood. Lou nog even dood door Pine hopelijk. Uh, ja, Pine is ook een fucking goede speler trouwens. Uh, met dat team, VN hebben ze in de naam. Dat, ze doen het hartstikke goed de laatste tijd. Ze hadden volgens mij zelfs een keer gewonnen van Zeta. En Zeta zijn gewoon de World Champions uh, nu. Uh, dus dat is goed. Oh shit, hier ben ik weer bijna dood. Oké, okay. Lou Hypercharge. Oh kijk, 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 kijk. Sandy dood. Mooi, nu ben ik wel weer dood. Maar als mijn teammates gewoon op die zone lopen, hebben we die rang fucking 35 binnen. Let's go. Rang 35 Chuck Het heeft echt lang genoeg geduurd, mensen, Ik ben helemaal klaar met deze brawler. Uh, mooie carry van mijn teammates, denk ik. Ik ben vier keer dood. Maar dat maakt niet uit. 15 winststriek en rang 35 Chuck binnen. Dat is nice, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. We moeten nu alleen nog Pearl, Hank en um, Doe, rang 35. Maar Doe en Hank worden hem, denk ik, niet in ieder geval. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Ik zie jullie later, mensen.